Yo mensen, mijn naam is Jesse en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. En ik heb hier een best wel grote doos. En in deze doos zitten wat hele leuke spulletjes die ik heb gekregen. En dat heeft wat te maken met de nieuwe Pokémon game die sinds kort uit is op de Nintendo Switch. En verder heb ik eigenlijk geen idee wat erin zit. Dus we gaan hem gewoon even openen. En we gaan kijken wat er allemaal in zit. En het leuke is, een paar dingen die hierin zitten, die ga ik aan jullie weggeven. Dus wil je nou weten hoe je kan winnen, dat ga ik aan het eind van de video even vertellen. Dus blijf kijken. Maar we gaan het even openmaken en ik vind het oprecht heel leuk, want ik ben echt een Pokémon fan, dus let's go jongens. En ja. En ja jongens, hij is open. Oh, wat is dit leuk. En ik weet eigenlijk niet waar ik moet gaan beginnen, maar oh, we hebben hier al het eerste item. En ik weet niet alle namen hebben, maar moet ik even kijken. Maar we hebben hier een Muk en dan een hoe heet het ook alweer? Van een speciale regio. We hebben natuurlijk een Charmander en we hebben ik ken de Pokémon wel, ik weet alleen even niet meer hoe die heet. Oké, dit vind ik oprecht echt heel erg vet. Ik ben echt oprecht blij met dit pakket. Ik hou echt van Pokémon. En we hebben hier een Magikarp en natuurlijk een Pokéball. We gaan straks even een van die pakketjes uitpakken. Ik ben toch echt wel benieuwd hoe het er allemaal echt uitziet in plaats van in de plastic. En dan hebben we hier het eerste knuffel, jongens. En dit is best wel leuk, want dit heeft namelijk te maken met de allernieuwste Pokémon game. Dit is namelijk een van de starters van de nieuwe Pokémon game op de Nintendo Switch. Dus deze kan je er ook krijgen. Echt super tof. En dan hebben we natuurlijk een Squirtle. Ja, ja, een Squirtle. Die kent eigenlijk iedereen wel. En we hebben er een Pichu. De voorevaluatie van Pikachu. Dat is ook best wel leuk. En nu ik ben dit trouwens allemaal bezig met. En ik heb vroeger best wel veel Pokémon Go gedaan. En ik heb het nog niet verteld, maar we gaan straks ook even Pokémon Go doen. Dus blijf kijken. En de volgende hebben wij een Vaporeon is dit. Oh. Deze is ook best wel vet. En ik weet dat je deze ook in Pokémon Go kan vangen. Ik weet niet of je er een nieuwe in Pokémon Go kan vangen. Maar we gaan het in ieder geval wel proberen. Ook al kan het niet. We gaan het gewoon zien. En dan hebben we deze. Dit is een Chicory. Nee, nee. Oh, Chick. Iets met een chick. Wacht, staat het erop? Dit is een Cyndaquil. Oké, een Chikorita is echt wat heel anders. Jesse, je hebt echt te lang geen Pokémon meer gespeeld. Al heb ik laatst een hele nieuwe Pokémon game gewoon uitgespeeld. En we hebben hier een heel groot pakketje. Dit is een hele grote Charmander. Oké, dit is echt heel leuk. Laat trouwens even in de comments weten welke jullie het liefst willen winnen. Want ik mag van dit mag ik een paar dingen weggeven. En ik ga weggeven wat jullie willen winnen. En dan hebben we hier een Blastoise. En die kan je vet met die Squirtle gebruiken. Heb je alleen een middenevaluatie nodig, maar die zit in. En we hebben een of andere schaap in een Ultra Ball. Hoe heet de schaap? Die heet Mareep. Mareep heet de schaap. Staat op de achterkant. Ik kan niet opeens toveren ofzo. En ja, dat was de doos. Dus de doos die gaat weg. En we hebben hier echt heel veel spullen voor mijn neus liggen. Al deze artikelen die zijn nu te koop in de winkel. En ik zal een link in de beschrijving achterlaten voor België en voor Nederland. Waar je deze producten kan gaan vinden. En dan gaan wij nu wat heel leuks doen. Wij gaan namelijk met een paar van deze items gaan wij op pad. En gaan wij even Pokémon Go spelen. En dan gaan we proberen, vind ik wel een leuk idee. We gaan bijvoorbeeld een Squirtle meenemen. We gaan gewoon wat dingen meenemen. En dan gaan we proberen die Pokémon's die ik meeneem te vangen. En ik hoop dat dat een van die dingen lukt. Want ik weet hoe lastig Pokémon af en toe kan zijn. Wees als je zoekt naar de Pokémon die je wil, kan je het niet vinden. Maar we gaan het proberen, let's go jongens. En nu zit ik maar eens weer op mijn kamer. Dat betekent dat wij natuurlijk even lekker Pokémon gaan spelen jongens. En ik zit nu nog in mijn huis. En als je ziet, zit er in de buurt zit een hoe heet het ook weer? Ik weet het niet meer, ik heb echt heel lang geen Pokémon meer gespeeld. Het heet een Pokéstop, oké. Okay. Het waait best wel hard buiten, dus ja, dat is niet zo heel lekker. En we hebben hier trouwens één Pokémon en dit is een Torchic. En was dat niet de Pokémon die wij net hadden of niet? Nee, dat is niet die we hadden. Maar we gaan deze wel even lekker proberen te vangen. Ik heb dit heel lang niet meer gedaan, ik moet het met één hand doen. En oké, dat ging niet zo heel soepel. Oké, we gaan even de telefoon neerleggen. En even geswitcht naar de andere camera en laat me even deze Pokémon vangen. Ik heb dit zo lang niet meer gedaan, het is echt lastig. Oké, come on en jut. Oh, ja, oké, come on. Zeg me even dat ik meteen even de eerste Pokémon kan vangen. Dat zou een goed begin zijn van de video. En ja, we hebben hem. We hebben de allereerste Pokémon gevangen en we zijn nog niet eens naar buiten gegaan. En hey, ik had deze nog niet, dus die zit ook meteen in de Pokédex. Dat is lekker. Maar wij gaan nu even lekker naar buiten toe. En we gaan even naar die Pokéstop. En we gaan naar, volgens mij heet het een Lure. Die gaan we daar even aanzetten. En wie weet komen daar wel leuke Pokémon's op af. En we zijn aangekomen jongens bij de Pokéstop. En het is een speeltuintje. Het is niet heel bijzonder, maar het maakt niet uit. En dit brengt me echt terug naar mijn oude tijden. Dat ik gewoon hier sta en lekker Pokémon aan het opnemen ben. Ik sta hier achter een muurtje, want anders is er een beetje te veel wind. Maar wij gaan natuurlijk even iets aanzetten. Een Pokéstop kan je draaien, maar wat je ook kan, als je dit aanzet, dan kan je een
lure erop zetten. Dat betekent dat er meer Pokémon's op afkomen, jongens. Dus hopelijk spawnen nu wat leuke Pokémon's. En oeh, er spant er al meteen één. En deze Pokémon, die heb ik nog niet. Het is niet één van de Pokémon's die we willen vangen. Maar ik ga hem toch wel echt even vangen. En wij zitten nu op de grond, terwijl het heel koud is. Helaas heb ik even niet met die voor me kan filmen. Maar ik wil natuurlijk wel die Pokémon vangen. En ik heb een leuk idee. Want hier zien wij de Squirtle. En als wij even naar ons Pokémon gaan en we switchen, dan kunnen wij de Pokémon vangen met Squirtle op de achtergrond. Dus wij gaan het proberen met Squirtle op de achtergrond. Oké, we hebben geen Great of wat dan ook gegooid. Maar misschien komt hij er wel in met Squirtle erbij. Come on, Squirtle moet geluk brengen. En oh nee, de Pokémon gaat eruit. Oké, hier ben ik niet zo... Nee, hij is weg. Jongens, Squirtle brengt helaas niet heel veel geluk. Ik denk dat we hier nou weer even een andere Pokémon gaan proberen. Want ja, dit was niet echt heel fijn. En die Pokémon die ik wil vangen, die had ik ook nog niet. Dus ja, nu moet ik die weer een andere keer gaan vangen. En er mogen we even wat meer Pokémon's komen. Want er komt op dit moment echt geen één Pokémon. En dat is best wel jammer. Maar ik heb natuurlijk heel veel Pokémon gespeeld. Dus we hebben ook nog andere items. Dus als wij even naar onze bag gaan, naar de items. Ik heb, een lucky egg. Dat was dubbel XP, daar hebben we niks aan. Maar wel een incense. En die kunnen we ook aanzetten. En dat betekent dat wij nog meer kans hebben dat er Pokémon's gaan spawnen. Dus nu gaan we hier gewoon even wachten. In de hoop dat wij even wat lekkere Pokémon's kunnen spawnen. En ik hoop toch wel echt even dat wij een Squirtle kunnen gaan vangen, jongens. Ik heb trouwens mijn tas mee, want wij hebben natuurlijk meer Pokémon's die we willen vangen. En ik heb hier een Pokébal. Maar niet zomaar een Pokébal. Daar zit een Magikarp in. We gaan proberen een Magikarp te vangen. En ondertussen komt er even een trein langs. Maar wij willen natuurlijk die Magikarp vangen, want dan kunnen wij een Gyarados krijgen. En natuurlijk Magikarp candies. We zitten niet echt dicht bij het water, dus ik weet niet of er een grote kans is dat wij daadwerkelijk een Magikarp kunnen vangen. Maar we gaan het wel proberen, jongens. En we hebben natuurlijk ook de Vaporeon meegenomen. Dit is een evaluatie van een Eevee. Dus als wij een Eevee kunnen vangen en genoeg kennis hebben, kunnen wij die laten evolven naar deze Pokémon. Dat zou best wel vet zijn. Ik denk niet dat het in één video gaat lukken, maar het gaat even om het idee. Straks komen we in het wild tegen en dat zou best wel vet zijn. Inmiddels is er weer een nieuwe Pokémon gespand en de Pokémon die is daar. Ja, ik wil eigenlijk met de Squirtle vangen. Wacht, als wij switchen en dan gaan we weer terug hier naartoe. Ja, ja, oké, dan kunnen we de Pokémon vangen en hopelijk brengt hij dit keer wel geluk. Come on! En daarachter straat trouwens ook nog een Pokémon. En er rijdt weer een trein langs. Misschien brengt de trein wel geluk. Come on. Met een hele wazige Squirtle. En we hebben hem gevangen. We hebben de Torchic gevangen, jongens. Oké, dit vind ik toch best wel even lekker. En wij kunnen deze nog lang niet evolven. Maar er spawnen er best wel veel in de buurt. En oh, we kunnen de Pokestop er even spinnen. Oké, nee, we gaan een Tentacool vangen. Oké, vind ik ook goed. Dan gaan we even de Tentacool vangen. Het zijn niet de Pokémon's die ik zoek. En het is echt heel lastig. Come on. Ik kan het niet meer. Oh, lekker, lekker, lekker. Ik heb volgens mij nog geen één keer een Great of wat dan ook gegooid. Maar ga er even in. Op het hoofd van de Squirtle. En we hebben hem met Squirtle op de achtergrond. Tentacool was caught. Hoppa. Die hadden we natuurlijk wel. We hebben echt wel heel veel tentacles gehad. En nu kunnen we eindelijk even de Pokestop spinnen. En wat krijgen we? We krijgen wat berries. Oké. Okay. Ik had trouwens eigenlijk best wel meer Pokémon's verwacht die even zouden komen hier. Er zijn niet heel veel Pokémon's. Maar het leuke is, ik zit op een plek waar ook niet heel veel verdere Pokestops of gyms zijn. Want als we even naar mijn mobiel gaan kijken. Ja, er staat echt helemaal niks op mijn mobiel. Behalve letterlijk deze Pokestop. Wat we natuurlijk wel kunnen doen, als jullie het leuk vinden, kunnen wij binnenkort weer even een andere Pokémon Go video maken. En dan ga ik naar Amsterdam toe. Of ik ga naar het strand toe. Of Kijkduin ben ik ook een keer geweest. En wil je nog meer Pokémon Go's video's zien? Ik heb er in het begin heel veel gemaakt. Dus die kan je altijd nog even gaan kijken. En ondertussen gaan we even wachten dat er een Pokémon spant. Want het duurt een beetje lang. En er is een nieuwe Pokémon gespant, jongens. En ik heb hier een echte Pokéball. Dus eigenlijk wil ik gewoon deze Pokéball gooien. Maar helaas werkt dat niet. Dus dat gaat niet lukken. Ook al is het wel een hele toffe Pokéball. Ik denk dat ik hier alleen maar die Magikarp in ga vangen. En verder geen andere Pokémon. Maar hey, de Magikarp is natuurlijk ook leuk. We gaan de Pokémon even vangen met Squirtle daar voor de support. Oké, come on. Ik moet even een excellent gooien. Ik weet dat ik het kan. Ik gooi mis. Oké. Jessie, een excellent. Je kan. Deze Rattata is veel te veel aan het springen. En het is heel vervelend, Rattata. Wat ben je nou aan het doen? En. Oké. Squirtle, jij brengt geen geluk. We hebben even Vaporeon erbij gezet, jongens. En come on. Laat me even raken. Oké, okay. Ik denk dat ik toch maar wel echt die echte Pokémon naar zijn hoofd ga smijten. Maar we hebben hem eindelijk geraakt. En come on. 1. Ja. 2, come on. En nu 3. Lekker jongens, deze hebben we ook meteen binnen. En dit was ook een Pokémon die ik nog niet had. Ik heb wel de normale Rattata, maar telt deze ook voor een nieuwe Pokédex? Nee. Oké, dat is best wel jammer. En is er toevallig meteen weer een nieuwe Pokémon? Oh, we hebben een normale Rattata. Weet je wat, dan gaan we die gewoon lekker meteen even erbij vangen. Die heb ik wel in één keer aangegooid. Ik gooi echt heel scheef. Ik weet het, maakt niet uit. Ik denk dat ik beter de echte Pokéball kan gooien, jongens. En we hebben hem met de echte Pokéball naast. Oké, dit is toch echt wel een heel mooi plaatje hoor. Vaporeon, de Pokéball en Squirtle.
En natuurlijk een Pokémon die we hebben gevangen. We hebben een Arcanine en hier hebben we trouwens een Vaporeon, jongens, van 1900 CP. En ik ga hem even vastpakken met mijn andere hand, want dan hebben we hier natuurlijk de echte Vaporeon. En moet je eens kijken, jongens. Wat een mooi plaatje. Dit is toch geweldig. En ik weet wel wat leuks om te doen. Wij hebben hier een Squirtle en daar staat ook de Squirtle. We gaan hem er even bij pakken. We hebben hier de echte Squirtle. Het is trouwens net alsof deze Squirtle die hier praat is, maar ik zit gewoon achter de camera. En we hebben de Pokémon Go Squirtle. Dus wij gaan gewoon even op Evolve klikken. Wij gaan gewoon de Squirtle even laten evolven met de echte Squirtle ernaast. En ja, ja, hij is geëvolved. Lekker dit. Helaas kunnen wij hem niet laten evolven naar een Blastoise, maar misschien hebben wij nog een Eevee die we kunnen evolven. Ah, we hebben helaas geen Eevees meer. We hebben echt Jolteons, Vaporeons, alleen geen Eevees meer. Oké, dit is toch best wel jammer. Hebben wij dan nog een Magikarp? We hebben wel een Magikarp. Oh, we hebben bijna genoeg candies om te laten evolven naar een Gyarados, maar niet genoeg. Dus wij moeten eigenlijk even Magikarps gaan vangen, maar er zijn niet echt lekker Magikarps in de buurt. Hier staat nog zo'n Torchic en die hebben we echt al 3 keer gevangen. Weet je wat, we gaan nog wel vangen. En wie weet, kunnen wij hem dan straks wel even gaan evolven. We zetten even Squirtle rechtop, ik vind het een beetje zielig. En we gaan even Torchic vangen. Oké, we gaan even switchen naar normaal. En misschien kan ik nu wel even goed gooien. Come on, geef mij even. Nee, ik gooi gewoon weer scheef. Maakt niet uit. Ik film ook scheef. Maakt ook niet uit. Jullie kunnen het allemaal zien. 1 keer, 2 keer, 3 keer. Hoppa. En die hebben we ook gevangen. En wij gaan weer even naar binnen toe. We hebben aardig wat Pokémon's gevangen. Maar het is tijd voor de giveaway. En die ga ik binnen even bekendmaken. Of nou, bekendmaken. Ik ga even vertellen wat je precies moet doen. En we zijn weer op mijn kamer. En we gaan natuurlijk de giveaway bekendmaken voor al deze items. Op dit moment dat deze video online staat, staat er ook op Instagram een giveaway. Mijn eigen Instagram. De link staat in de beschrijving. Ik zal een linkje naar de giveaway linken. En nogmaals, wat je allemaal kan winnen. Je kan niet alles winnen. Want ik wil zelf natuurlijk ook een paar dingetjes. Ik ben ook eenmaal een Pokémon fan. Maar je kan... deze kan je winnen. Dat is de nieuwe Pokémon. Die heet... staat dat erop? Krookie heet deze Pokémon. Dit kan je winnen. Je kan een Blastoise winnen. Je moet natuurlijk wel even laten weten in de comments wat jij wil winnen. Je kan een Pichu winnen. Je kan... deze kan je winnen. Die is ook best wel tof. En dan hebben we natuurlijk de Squirtle van de video. En dat is best wel leuk om deze weg te geven. Want dan heb jij gewoon de Squirtle die we hebben gebruikt in de video. Best wel tof. En dan hebben we Charmander, Murk en... Ik wil weten hoe die Pokémon heet. Ik weet het gewoon niet meer. Hij heet Larvitar. Oh, natuurlijk. Had ik moeten weten. En dan hebben we natuurlijk de Pokéball met Magikarp erin. Vaporeon die je kan winnen. En eigenlijk wel een van de grootste dingen. En dit is toch best wel leuk om weg te geven. Dat is een hele grote Charmander. Dus laat even weten of jij deze wil winnen. Of een van andere dingen wil winnen. Ik ga een paar items bij elkaar pakken. In een doos doen. En één gelukkige winnaar. Die heeft dan gewonnen. Dus het enige wat je moet doen is even naar de link gaan in de beschrijving. Naar de Instagram giveaway. En in de link in de beschrijving zijn ook de verkooppunten van deze items. En dan bedank jullie heel veel voor het kijken, mensen. Vond je nou leuke video's? Misschien even je blauw duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal. En laat even weten of jij meer Pokémon Go wil zien. En dan zeg ik later, mensen.